Een hele goede morgen, beste kijkers. Het is 7:50. Ik sta op Haarlem. Vandaag gaan we maar even die mislukte, je weet wel, challenge op oudjaar gaan we doen. En dan gaan we nu meteen het eerste station eruit rollen. Let's go. Kut. Buffalo. Dus het ligt in Groningen. Oh gosh. Nou, op naar Buffalo dan maar, hè. Oké. Allereerst met de Intercity naar Amsterdam Centraal. Die over 1 minuut vertrekt. Oké, niet opschieten. Zo, overstap 1 van 3, Amsterdam Centraal. Hier overstappen op de Intercity, dat is een bestemming, Almere Centrum. Nou, gelukkig hebben we zat tijd, 10 minuten, dus het moet toch te doen zijn. Almere Centrum, 14B, 8 over 8. Kijk eens aan, ik heb al gezien, dat is een koploper. Lekker comfortabel, maar helaas, we moeten dan al... Al op Almere alweer overstappen op dit zit in Groningen. Kijk, 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 daar staat hij al. Lekker. Lekker op tijd. Heerlijk, lekker comfortabel. Oh, en het is ook nog eens de 40 tegen de 60. Nice. Voordat we verder gaan met deze trein, wil ik nog even één keer de spelregels. Want ik had... Niet veel tijd op Haarlem. Nou ja, we zijn dus om 7:45 vertrokken, zoiets. Nou ja, 7:50. Maar ik zeg maar even 7:15. Kwart voor bedoel ik. Sorry. En de catch is, net zoals de vorige keer, in 10 uur tijd zoveel mogelijk random stations doen door Nederland. En ja... En dan moet ik voor 6:15 s'avonds weer terug zijn in Haarlem. Dat is de catch. Of 6:10. Zoiets 6:30. Prima. Maar ja, het eerste station is dus Buffalo. In fucking Groningen. Ik tref het ook weer zo echt. Hè? Ja, leuk. Ja, gelukkig geen werkzaamheden op het traject waar we overheen moeten. Nou ja, eerst dus naar Almere, dan Groningen en dan Buffalo. Let's do this. Ik ben daar nog nooit eerder geweest eigenlijk. Ik ben nog nooit op dat lijntje geweest naar Rode School. Dus voor alles een eerste keer, toch? Let's go naar Buffalo. Oef. Storing tussen Amersfoort en Apeldoorn. Ik hoop niet dat zo meteen bij mij is. Nee. Waarschijnlijk niet. Gelukkig. Oef. Zo. Almere Centrum. En nu overstappen op Intercity naar Groningen. Oh, de trein is er al. Lekker op tijd. Oké. Zo, op naar Groningen. Zo, Groningen. We merken ook wel dat we in het noorden zijn, want het is fucking koud hier. Nu even de Arriva stoptrein naar Rode School opzoeken. Nou, de RS4 naar Rode School. Mijn trein naar Buffalo. Arriva G2. Van Arriva Noordnet GTW. Excuus. Nou, op naar Buffalo met deze trein. Ah, natuurlijk, deze trein heeft geen eerste klas.
Ja. Maar vooralsnog, het is echt lekker. Echt waar. Oprecht lekker voor een tweede klasse product. Ja. En deze trein gaan we naar Buffalo. Het volgende station is Buffalo. Let op, links uitstappen. Zo, station 1. Buffalo. Oh, het is koud hier. Gaan we naar het andere perron en gaan we het andere station eruit laten rollen. Prachtig stationsgebouwtje heeft Buffalo wel hoor. Zo, kijk dus. Nee, toch? Nou, volgende station. Oké. Hoofddorp, godsamme. Moet ik weer dat hele graf eind weer terug naar... Nou ja, oké. Nou, Hoofddorp. Hoofddorp het is. Déjà vu. Weer 3 keer overstappen. En we zijn pas om 2:30 in Hoofddorp. Nou, terug in Groningen. 6 minuten overstap hier. De Intercity richting Rotterdam nemen we tot Zwolle. Nou, Intercity naar Zwolle kon niet beter getroffen worden. Of, ja, Rotterdam. Maar boeien, ik moet deze tot Zwolle nemen. Ja, overstap op Zwolle gehaald was maar 2 minuten. Krap. Maar gelukkig was het op hetzelfde perron. Nou, weer een DDZ. Met deze Intercity gaan we naar Schiphol Airport. Zo, we hebben gauw een lunchje gehad op Amsterdam-Zuid. En dan gauw de trein naar Hoofddorp. Helaas is mijn trein naar Hoofddorp en SNG. Zo, Hoofddorp. Nou, meteen station nummer 3. En dat is, dat is... You fucking kidding me. Helemaal terug. Zo gaan we het niet halen volgens mij. Maar even kijken. Nee, helaas. Zo gaan we het niet halen. Ze komen pas om 4:30 aan in Leeuwardenkamming aanpuren. En in een uur tijd kunnen we niet vanaf daar weer terug naar Haarlem. Dus we rollen het volgende station er maar uit. Poging 2. Ik kreeg haren. Dat is ook helemaal in Groningen. Gaat ook weer niet. Nou, dan maar nog een poging. En ja, ik ga dat zo niet halen anders. Dat klikt er meer op. Schagen. Nou. We gaan maar eens naar Schagen naartoe. Veel beter. Let's go, Schagen. Nou, Schagen. Mijn god, wat is het hier koud en wat is dit voor kale bende? Nou, dit is dan ook meteen het laatste station, want ik kan toch bijna nergens anders meer rijden. En ik heb gekeken naar hoe laat ik dan weer terug ben in Haarlem en dat is om 5:00. Dus ik sluit de video denk ik maar even hier af, alvast, terwijl mijn trein naar Den Helder vertrekt. Ja, ik sluit hem maar hier af, want ik heb nog een lange reis te gaan naar Haarlem. Ik ben een beetje moe, voel me niet al lekker. Maar bij deze, Schagen, hier sluit ik de video af. Vond je nou een leuke video? Beloon dat dan zeker met een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op dit kanaal. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later en addict.